dinsdaguitzending met een aflevering van Ontdek je plekje. En deze keer ging Joop Scheltens naar een van de oudste cultuurcentra van Nederland. Een stad nog net gelegen in Overijssel, namelijk Deventer. De grensstreek tussen Gelderland en Overijssel is bekoorlijk en aangenaam. Hier stroomt de meest idyllische rivier van ons land, de IJssel. Eens hoofdverbinding tussen Hanzesteden aan de Oostzee en in Vlaanderen. En aan die IJssel de keizerlijke vrije rijkstad Deventer, centrum van handel en macht. De Lebuïneskerk staat erbij als een gastheer aan de deur. De ontzagwekkende gotische toren staat waar vroeger een klein kapelletje stond, daarna een Romaans front met hoektorens en toen deze kolos uit Bentheimer tufsteen die voorgoed het silhouet van de stad bepalen zou. Want het ging niet alleen om vroomheid, maar ook om aanzien en macht. Aan de voet van de toren het schilderachtige overblijfsel van de Mariakapel, waaraan beroemde namen verbonden zijn. Die van Geert Groot en Florens Radewijns, stichter en volgeling van de moderne devotie. Een soort orde zonder klooster. In de 17e eeuw werd de toren voorzien van een koepel ontworpen door Hendrik de Keizer. Aan het kerkplein staat dit rijke pand, eens een dépendance van de Staten van Overijssel, die het waarschijnlijk zonde vonden dat hun kroeg, de stadstaverne de Brunenberg, plaats moest maken voor hun kantoor. Maar wel een mooi kantoor. Achter de kerk heet het Kleine Poot en daar staat dit koopmanshuis met dolfijnen op zijn gevel. Bijna een eeuw heeft een alleraardigst poortje opgeslagen gelegen in een depot, tot men op het idee kwam het tegen deze pakhuismuur te zetten. Het was tot de afbraak de toegang van het Mouwik-gasthuis, ergens anders in Deventer. Het onbetwistbaar middelpunt van Deventer is de Waag, een laatgotisch geval dat behalve Waag ook hoofdwacht was, een soort politiebureau. De koperen pan die daar aan de muur hangt zou ooit gediend hebben om valse munters in kokende olie te gooien. Maar of dat nou echt gebeurd is? Het bordes dat later werd aangebouwd was voor plechtigheden, zoals de inhuldiging van Philips II als de nieuwe landsheer van Overijssel, met vaandels en trommen. Hier was het waar de koning met zijn gevolg de trap opkwam, met al die zuiltjes stram in de houding. De achterbuurman van de Waag is het fraaie renaissancehuis De Drie Haringen. En door het straatje zie je de voorgevel van het voormalige grote gasthuis, gebouwd in 1542 door de stadsmetselaar Derk Gaartsen uit Amersfoort. Het is wel te zien dat Derk dol op metselen was. Hij kon er ook wat van. En hij had stijl. Strak en eenvoudig. Dat het ook anders kon, zie je even verder in een hoek bij de Brink. Heel druk en weelderig met beelden en ornamenten. Rijkdom en overdaad. Maar het is allemaal niet meer echt. De gevel is van 1890 en de beelden zijn kopieën.
Achter de gevel is een kerk gebouwd. En het is altijd nog beter dan het hele huis afbreken. Het enige echte aan de gevel is het alliantiewapen van de bouwheer Herman Penning en zijn vrouw Lucia van Reede. Ondanks alles een prachtig huis. Dit is Diana, die samen met haar zuster deel uitmaakt van een overdadig geornamenteerde kroonlijst bovenop een koopmanshuis aan de Brink. Koud zit je. En daar vandaan heb je ook een prachtig uitzicht op het bergkwartier met de spitsen van de bergkerk boven alles uit. Daar gaan we heen en beginnen in de Walstraat, waar een pakhuis doet denken aan de begintijd van het bergkwartier, toen het hier nog allemaal was afgestemd op de hanzevaart, handel en overslag. Het was een wijk die barstte van de bedrijvigheid. Woonhuizen en pakhuizen naast elkaar. Dikwijls waren de pakhuizen beneden woonhuis. Bakkers en smeden, zeilmakers en touwslagers, een bonte rij. Pakhuizen werden allemaal woonhuizen. Het verval werd gestopt, maar het echte leven verdween ermee. Maar ja, er was geen alternatief. Dan zijn er natuurlijk voorbeeldige restauraties van prachtstukken zoals de oude munt. Het stamt uit de tijd dat Deventer nog munt sloeg met permissie van de Duitse keizer en dus rond de beeldenaar van de schutspatroon Sint Lebuinus zijn naam stond. Terwijl toch Zwolle en Kampen hun eigen muntatelier hadden, werd door nauwere samenwerking tussen de drie steden hier gezamenlijk munt geslagen. Van allerlei slagmunten kwam je tegen. Vlaamse plakken, Zutphense witpenningen, Groninger jagers, Kleefse braspenningen en Hollandse rijders, om nog maar te zwijgen van de Savooise kronen en de Luikse engelen. En dan niet in de war raken. Wat zal ik u nog vertellen van het bergkwartier? Dat het Europees vermaard is? Dat het echt gered is? Dat iedereen het zien wil en geweest wil zijn? Het is natuurlijk uniek. Al zou je wel weer wat van vroeger terug willen. Kleine bedrijfjes en winkeltjes en een wat rommelige sfeer. Maar alles wat vroeger is, is voor geen geld te koop. Zelfs niet voor een Deventer kromstaart. Laten we maar blij zijn met het bergkwartier, zoals met de Stokstraat in Maastricht. Alle vreemdelingen die hier komen, kijken tevreden omhoog naar het bereikte resultaat. Want alleen echte Deventenaren, zoals die meneer die in het bergkwartier een winkel heeft en alles radicaal heeft zien veranderen, weten hoe het ooit was. 5 bakkers, 11 kruideniers, 6 slagers, 2 groenteboeren, een stoelenmaker, een scharensliep, een stalhouder. Hoe vindt u dit koopmanshuis uit 1629? Het is een gevel in Gelders-Overijsselse bouwtrant met kruisvensters en bakstenen pinakels. Straatwand en kerk, een compleet middeleeuws stadbeeld, behouden en bewaard. Hoog uitstekend boven alles de bergkerk met zijn 2 torens. Je kunt de verschillende bouwfasen duidelijk aflezen in het metselwerk. Dit is een kerk die altijd open staat. Er is altijd wel een tentoonstelling of culturele manifestatie. Oorspronkelijk een Romaanse kruisbasiliek van omstreeks 1200, gewijd aan Sint Nicolaas, schutspatroon van het Schippersgilde. Je kunt helemaal om de kerk heen lopen en merkt dan ook waarom hij Bergkerk heet. Hij staat ook werkelijk op een hoogte. Deventer, een stad die munt sloeg uit zijn verleden.
De wandeling door Deventer kunt u aanstaande zondag weer maken. En de routebeschrijving kunt u vanaf 12 uur halen bij het VVV-kantoor Brink 55 in Deventer.